Timmer, die dit seizoen haar Nederlands record op deze afstand kwijtraakte aan Annemarie Thomas. En zie daar weer Eben Wennemars die het rollenbord aangeeft voor Marianne Timmer op de kruising als assistent van Pieter Müller. Opvallend is natuurlijk ook weer de verschijning van Poloskova die iedere keer als er een Olympische Spelen aankomt weer op het toneel verschijnt. Opening voor Timmer. 25-9. Kijk, dat is andere taal. We hebben 25-8 gehad van Koesenoze, maar die kon het niet volhouden. Wat kan Marianne Timmer met deze 25-9? Zullen we het Nederlandse record eens bijpakken van Annemarie Thomas. 56-87 na 700 meter. En daar komt ze ruim onder, zeg. 2 seconden onder. 54-87. Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? En die 28-95, die hebben we ook nog niet gezien, hè? Een ronde van in de 28. Dit kan als toch openingsronde niet op de 1500 meter. Dit kan toch niet goed gaan? Dan moet je exploderen. Wat gaat die hard? Wat heeft die voor plannen? Natuurlijk ligt ze ook ver voor op het schema van het Olympisch record. Het Nederlands record van Thomas, 1:27:41. Daar zit ze ver onder nog steeds. Meer dan 2 seconden nu. En ze zit maar 0,3 boven het wereldrecord. Halve baan nog. Pieter Müller, die schreeuwt en schreeuwt. En misschien zo hard schreeuwt dat hij wat meewind bezorgt nog voor Timmer. Daar de streep, nog geen spoor van vermoeidheid. Wereldrecord 1:57:87. Het wordt een nieuw Olympisch record. Het wordt een nieuw Nederlands record. Fantastisch! Wereldrecord! Ja. Ongelooflijk, Marianne Timmer, een nieuw wereldrecord. Terwijl ze zo twijfelde het hele seizoen al. En Erwin Wennemars gaat natuurlijk ook helemaal uit dat Timmer twijfelde en twijfelde. Twijfelde aan haar materiaal, maar hier is ze dan. Hier heeft ze eindelijk de vorm te pakken waar ze het hele seizoen al naar op zoek was. Wat een gek kind zeg. Wat ging die gek weg. Wat een prachtig tafereel. Pieter Müller, Marianne Timmer. Ja, ze zullen het ijs moeten repareren. Maar mag het? Dit moet toch goed zijn voor Olympisch goud, zou je bijna zeggen. Want die niemand, die wordt gek. 57-58, goud voor Marianne Timmer. En zilver slechts voor Niemann. 1:57:58. Onwaarschijnlijk. Onmogelijk eigenlijk.